Hoi, allemaal weer. Welkom bij een nieuw filmpje weer op mijn kanaal. Een diamond painting unboxing van Diamond Art Club. Een vierkante diamond kit. En dit is de Dragon Attack. Van, even kijken, Ciro Marchetti. Geen idee of ik dat goed uitspreek. Waarschijnlijk niet. Want ik ben daar nooit zo goed in. Nou ja, zoals ik al zei, het is een vierkante kit. Hij is 91 centimeter bij 70 centimeter. We gaan kijken hoe hij eruit ziet. Even openmaken. Tada! Een diamond painting kit. Wat zit erin? Een klein stickertje wat de meeste mensen op de zijkant van de doos plakken, zodat ze het voor het opbergen makkelijker kunnen. Zit erin een sticker hier, kun je naar kijken. Dus kijk, je zou hem ook hier kunnen plakken natuurlijk als je ze zo opbergt, zodat je makkelijk kan zien welke kit het is. Nou, een standaard gereedschapskitje met een pen en een squishy en dat je pen wat dikker wordt en lekker zacht is. Een pincet, allemaal zakjes, twee stukjes wax, een multiplacer van vier steentjes tegelijk kan zetten en een treetje. En dan gaan we beginnen aan de diamond painting. Tenminste, we gaan er niet aan beginnen. We gaan beginnen hem verder open te maken. En kijken wat er nog meer in zit. Een slokje drinken. En zo. Even op. Oké. Nou, wat zit erin? Altijd standaard. Een instructieboekje, stap voor stap, staat erin beschreven hoe je doet diamond painten. En er staat ook nog een kortingscode in. De sticker die je in je logboek kan plakken met het begindatum, einddatum, de artiest, de ontwerper, dat het een vierkant is, hoe groot die is. En deze heeft 67 kleurtjes. Hij is gewoon helemaal vol. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Wel bijna vol. Maar deze is totally vol. Wauw. Oké, AB's. Dat zijn er 3. 1, 2 en 3. Bij de Diamond Art Club kun je zien wat de AB's zijn. Omdat ze allemaal onder de 150 zijn genummerd. Dus kijk, 4 is boven de 150. Dus de andere 3 zitten eronder. En dus zijn dat AB's. Ja. Tot zover de sticker. We kunnen vast even een beetje spieken. Het is altijd wel leuk om zo even een beetje te kijken. Oh, ik heb al een AB'tje gevonden. Oké. Die even aan de kant. Dan ga ik even de canvas eventjes andersom opdraaien, oprollen, zodat altijd lastig met die rood is, zodat die gelijk plat ligt. Het hoeft niet hoor met deze diamond paintings. Als je ze even laat liggen, een minuutje of 10 of zo, dan liggen ze gewoon plat en dan kun je klaar om te painten. Maar ja, ik wil graag dat hij nu gelijk even plat ligt, zodat ik het jullie kan laten zien, goed kan laten zien hoe de canvas eruit ziet. Zo. Even kijken, hoe moet hij? Oké. Nou, ik zal hem eerst even op. Zo. Oh, wat zie ik daar op de. Oké. Nou, daar komt hij. Hoppa. Oh, oeh. Daar gingen jullie bijna beland op de grond. Oké, ik moet een beetje uitzoomen. Nou. Oh.
Even een beetje uitzoomen. Ja. Dat is hem. Wauw. Wauw. Oké. Nou. Zoals je kan zien. Ik zal even die steen hier een beetje zo. Zoals je kan zien. Aan twee kanten. De Legend. Daar ook de, aan de bovenkant. Zoals altijd. Het miniatuurfotootje. Of de thumbnail. De naam van de painting. De grootte. Wie die gemaakt heeft. En dat die... ja, dat die vandaan met de hartclub vandaan komt. Sorry, ik werd een beetje afgeleid. Er gebeurde wat achter mij. Maar goed, ik ga verder. Hier zo social media en nog een kortingscode. Deze kant hebben we de levenslange garantie staan. En bovendien natuurlijk de magische woorden altijd van... Oh, Diamond Art Club. Do what makes you sparkle. Even kijken. Wat had ik ook alweer gezegd over AB's? Even kijken hoor. Oep. Mijn standaardje lijkt een beetje kapot te willen gaan. Even wachten nog. Oké, de AB's 1, 2 en 3. Ik heb met 3 heb ik wel maar zo'n vermoeden. Yep. Oké. 3. Zitten hier heel veel. In de groene draak. Oh, dat zie je me weer even niet. In de groene draak. En tweetjes. Ik heb zo vermoeden dat dat... Nee, oké. Okay. Ik kan ze even niet vinden. Ik heb precies lastig, want mijn bril is een tijdje geleden overboord gevallen. En ik heb een multifocale bril. Dus ja, nou ja, voor veraf gewoon zien kan ik wel, maar ik kan niet de dingetjes lezen. Met mijn leesbril, die ik hier bij me heb, is het te ver weg om het zo te kunnen lezen. Dus ja. Ik moet dat jullie een beetje schuldig blijven. Ik kan niet echt... vinden op dit moment waar de AB's zitten. Helaas. Goed. Dan gaan we door met de steentjes. Dat zijn er aardig wat. Kan ik u vertellen? Even kijken. Waar maken we open? Hier maken we open. Hoppakee. Even kijken. We beginnen met deze. 7,96. Keer 2. 3,27. 7,41. 9,05. 4,98. 38,37. 8,90. 30,24. 7,99. Wee! En de eerste AB. Groen, zoals ik al zei. Mooie. Zie je ze glinsteren? Dus toch, deze glinsteren ook. Maar die glinsteren toch net even iets meer. Oh. Goed, dat was de 134. 898. 3864. 939. Keer 2. 798. 208. Keer 2. 5,19 en 5,50. Aan de kant. En de volgende rit. Hoppakee. 3,17. 4,14. Keer 2. 38,30. 8,20. Keer 2. 33,71. Keer 2. 3,10. Keer 2. Keer 3. Vervelende draaien eruit.
Dat zei ik keer 3. Ja. 3, 3, 3. 8, 23. 3, 22. 3, 18. Keer 2. 6, 48. 9, 38. En dan gaan we checken. Even kijken. 38, 61. Keer 2. 7, 42. 3, 55. Keer 2. 7, 97. 7, 43. 9, 04. 7, 40. 37, 46. 2, 09. 38, 65. 33, 26. 9, 07. 4, 45. 600. 2, 10. 6, 0, 6. 7, 62. En 3, 21. En het laatste strookje. 8, 93. 128. En dit zijn volgens mij... Ja, ook AB's. Wordt een beetje lastig te zien in dit licht. Maar ja, ze zijn... Even kijken. Ja, ze zijn... Ja, zeker weten. Zeker weten. AB alert. 38, 23. 37, 78. 7, 79. En nog een, de 133. Oh, die is mooi zeg. Beetje oranje-roodachtig. Oranje, denk ik wel. 133. 8, 94. 155. 402. 356. 38, 11. 413. Oh, kijk, een verstrekeling. 340. 814. 38, 56. 996. 415. 211. 602. En als laatste 844. Zo. Dat waren wat kleurtjes. Oh, ik vind het zo gaaf. Even kijken. De draak die steekt het schip in de fik. Geweldig. Hierachter heb je al een schip wat afgefikt is. Hier al die bootjes die... ja, ja. Hier nog een schip wat nog gaat helpen. Maar ja. Geef ze weinig kans tegen padraken. Ik vind het echt heel mooi. Hoe komt het? Kasteel. Gewoon zoveel draken. Daar nog een draak. En daar een draak. 2, 3, 4. Ja. Dus ik haal even de steentjes aan de kant. Zo is het wat beter te zien natuurlijk. Dus even. Ik vind het echt heel mooi. Oh, 1. Oh, kijk, 1. Ik weet natuurlijk nu ook wat voor kleur het is. Oh, even kijken of ik het een beetje in beeld kan brengen. Kijk, hier zo, dat zijn ook AB's. 1, ja. Oh, nou moet ik voorzichtig wezen. Ja, nou, het is... Ik breng jullie er wel gewoon naartoe. Even kijken. Waar zijn we? Waar zijn we? Daar zijn we. Even kijken hoor. Hier. Hier en hier. Ja. De derde kleur is oranje. Ja, dat zal ook waarschijnlijk in de vlammen. Ik kan het helaas niet goed zien. Oh, hier, 2. Hier zitten tweetjes, ja. Ja, nou heb ik toch nog wat gevonden. Nou ja, tot zover dan Dragon Attack.
zo kunnen beter zien. Vond je deze video nou leuk? Geef me dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Daar help je mij en mijn kanaal heel erg mee. Vind je dit soort content leuk? Ik zou zeggen, druk op de rode knop. En abonneer je gratis op mijn kanaal. En wil je nou helemaal niks missen van wat ik online zet? Druk dan ook nog even op het belletje. Dan elke keer als ik dan wat video plaats, dan nou ja, krijg je een melding daarvan. Ja? Oké, nou, Dragon Attack. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer maar weer. Doei!